Inmiddels heeft het bedrijf Halliburton van vicepresident Dick Cheney al miljarden verdiend aan de wederopbouw van Irak en het exploiteren van olievelden. Dat is toevallig. Alle motieven die door Amerikanen en hun bondgenoten Nederland ook in Den Haag precies zijn aangevoerd om die invasie in Irak te rechtvaardigen, die zijn allemaal voos en loos. Waardeloos. Maar wat vindt u dan van het standpunt van uw partijgenoot en huidige premier Balkenende daarin, in die kwestie? Dat vind ik dus fout. Ja. U had dat niet zo gedaan. Ik heb niet de fantasie om mij de situatie in te denken dat ik dit zou hebben gedaan. Nee. Nee. Voor wat voor belang dan ook. Dit is te fout. Opzij zetten van de United Nations, het ten oorlog trekken zonder autorisatie, is wederrechtelijk gedrag, internationaal rechtelijk gesproken, is wederrechtelijk gedrag. En daaraan steun te betuigen, zoals Den Haag wel gedaan heeft, beschouw ik dus als medeplichtigheid aan wederrechtelijk gedrag. Maar zou het kunnen dat Jaap de Hoop Scheffer daaraan zijn nieuwe baan als secretaris-generaal bij de NAVO te danken heeft? Wegens goed gedrag. Kunnen wij soms ook non-verbaal communiceren?